en geraakt worden door het enthousiasme van wat ik hier in Almelo bij All Stars over het algemeen elke keer weer opnieuw aantref. Dank jullie wel. Heel veel succes. Almelo, Old Star Sportstad, is natuurlijk een geweldig predicaat voor een gemeente, voor een stad waarin zoveel wordt gedaan aan ouderensport. Het sportbedrijf Almelo organiseert vandaag samen met de korfbalvereniging Achilles en voetbalvereniging Oranje Nassau. Daar zijn we nu te gast. Samen met een heleboel andere verenigingen, al die clinics, mede ondersteund door het Nationaal Ouderenfonds, waarbij we met elkaar hopen dat oudere mensen sportief actief worden. Dat is goed voor je gezondheid. Maar ook gewoon lekker meedoen met elkaar. Hè? Elkaar opzoeken, het verband met elkaar ook beleven. We zijn een regio waarin het verenigingsleven heel actief is. Ook het sportverenigingsleven. En dan denken we heel vaak aan jonge mensen die we actief willen maken. Maar oudere mensen horen er ook bij. En het is fantastisch dat de verenigingen en de organisaties die hier zijn zoveel aandacht geven aan het betrekken van oudere mensen bij een gezonde levensstijl en bij een sportief leven. Ik ben dus ambassadeur van Old Stars. Een van de, ik geloof, 6 of 7 oud-sporters die ambassadeur is. Ik vind het heel erg leuk om te doen om in deze hoedanigheid hier te zijn. Omdat ik het heel belangrijk vind om uit te dragen dat als je wat ouder wordt, dat je moet blijven bewegen. En eigenlijk al voordat je stokoud bent. En dus eigenlijk al heel jong. Maar zeker als je wat ouder wordt, moet je daar niet mee stoppen. En dat is, dat is mijn werk. Dat doe ik bijna elke dag. Ook gewoon tijdens mijn trainingen die ik geef. Maar des te meer voor Old Stars. Om mensen te stimuleren om uit de stoel te komen. Ik verwacht dat het voornamelijk buiten heel erg natuurlijk aantrekkelijk is vandaag. Omdat het mooi weer is. Maar ik hoop toch dat er een aantal mensen ook het stadion in gaan. Daar staan boven wat tafels waar ik... het een en ander gaat demonstreren. Mensen kunnen een balletje tegen mij slaan. Mensen wel, mag ook, hè? Nou, All Stars Tennis is een paar jaar geleden opgericht door de Tennisbond en het Ouderenfonds om ouderen nog te laten tennissen. Ook mensen die zeg maar jaren getennist hebben gestopt zijn en toch weer op oudere leeftijd leuk vinden om het weer op te pakken. Of mensen die ouder zijn die denken, ik zal ga eens beginnen met tennis. Weet, het is goed dat ze bewegen en ik doe dit voor de Tennisbond en het Ouderenfonds een aantal keren per jaar. We zijn al door het land geweest en er is behoorlijk belangstelling en de mensen vinden het heel leuk. Ja, want wat is er anders aan dit tennis en het gewone tennis, zeg maar? Nou, het is een vereenvoudigde vorm van het tennis. De baan is iets kleiner, de ballen zijn wat zachter, waardoor het spel dus trager gaat. Je hebt de optie op de bal 1 of 2 keer te laten stuiten. En bij 40 gelijk speel je nog maar 1 punt. Het is dus een vereenvoudigde vorm en makkelijk te doen. Het is hetzelfde en het blijft tennis. Je moet over het net slaan en binnen een paar lijnen. We zien ook door het land dat de mensen het zelf heel leuk vinden om weer te bewegen. En ook met elkaar dingen te doen. Dus sociaal is het ook heel goed dat de oudere mensen bij elkaar komen.